Goedenavond, bonsoir. We commenceren met conference de pres. We gaan de persconferentie starten. Kijk, dat zijn dan toch de pintjes. Oh jee, nu vooral niet. Dan zullen we maar pakken zeggen. Allee. Proberen. Ja, pardon. Ik zie maar dat hier. Ja. Hoe is het even? Gezondheid. Je beloven ze de parole voor votre analyse. Dus, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est très satisfait. On est content de venir gagner au LIRS, pardon, au cercle, excusez-moi. On savait que ça allait être compliqué. Le cercle sortait de deux de défaites. Donc pour nous, c'était un match un peu charnière. On savait aussi qu'il ne fallait pas qu'on loupe notre entame de match. C'était important de se rassurer sur les premières minutes, à la mesure où le cercle était sur deux défaites, donc on savait qu'ils allaient attaquer le match à 150%. Donc au-delà de ça, je suis assez content parce que on a joué un peu différemment par rapport à d'habitude. On avait mis un plan de jeu par rapport au cercle, où on voulait leur laisser le ballon, on ne voulait pas trop nous le prendre pour pouvoir se mettre en danger inutilement, parce qu'on avait vu que le cercle sur des attaques rapides était très efficace. Donc on a mis un bloc un petit peu plus bas qu'on avait travaillé toute la semaine et on les a un petit peu laissés venir. Et puis effectivement on a profité des espaces qui nous ont laissés, en sachant qu'on a quand même des attaquants qui vont très vite. Donc pour nous c'était l'idéal. Après c'est vrai que quand on mène 2-0 au bout de 22 minutes, voilà, mais je pense que sur les 22 minutes, on a j'ai envie de dire, rendu efficace nos 20 premières minutes. Et où, encore une fois, je suis satisfait par rapport à mes joueurs, c'est qu'on est resté concentré pendant tout le match. Voilà. On n'a rien lâché, je trouve qu'on a bien géré le match, que ce soit la possession du ballon, où on a su développer ce qu'on sait faire, voilà, du jeu dans l'intervalle, du jeu entre les lignes, avec une certaine maîtrise. Et puis derrière ça, on a su, à la récupération, respecter un bloc équipe qu'on avait décidé de mettre en place. Donc voilà, content, déçu pour Fred, que j'apprécie beaucoup. Mais je sais que c'est un mec qui lâche rien, donc je suis persuadé qu'il va remettre son équipe sur les rails. En tout cas, je lui souhaite de tout cœur. Merci, M. Merlo. Meneer Van der Biest. Ja, moet je zeggen. Dat is geen. Als je de laatste twee weken in de laatste minuten wedstrijden weggeeft, jullie dat wij doen. En dan start je zo aan de wedstrijd. Dat je na 12 minuten moet gaan achtervolgen op een individuele fout. En in principe de eerste 5 of 10 minuten zit je niet verkeerd in de match. Het gaat een beetje op en af. Wat je al zag, dat Tubize nog een veel kwaliteit neemt, maar dat wisten we. Maar als je dan onder druk staat om te bussen, dan ben je op moment heel goed druk. En je blijft maar voetballen en je blijft maar de bal achteruit spelen. Dan moet je veel slimmer gaan worden. Ik heb gewoon vandaag een heel sterk te bussen gezien. En dat is hun verdienste, maar hij blijft daar ook een handje niet geholpen. En je weet als je in tweede klas achterkomt, en wij moeten dan gaan achtervolgen, dan gaan er enorm veel ruimtes gaan vallen. En dan is het hopen dat je dan die 0-2 snel een aansluitingstreffer kunt krijgen. Heeft er één of twee keer. Misschien een lichte penaltyfase, maar daar gaat het zeker naar gelegen hebben. En een half kansje, als je daar misschien iets meer mee doet, kom je terug in de wedstrijd. Maar na 20 minuten tweede helft voor de wedstrijd gespeeld. Dat zag je ook. Die mannen counterden heel scherp. En bij ons bleef het maar slechte passes en slechte beslissingen regelen. Het was een dramatische wedstrijd. Wat ik mij afvraag is dat je in 2 weken tijd, van een fantastische wedstrijd tegen Eupen, hoe dat je in 2 weken tijd als ploeg zo laag kunt zakken. En dat kan ik bij mij niet. We hebben al zo'n week getraind in bepaalde zaken. We zijn 12 minuten bezig en staan nu alleen achter. En 10 minuten later sta je 1 minuut achter. Dan weet je dat de hele ploeg als Tubize die maar, denk ik, 9 doelpunten tegen, waarvan 4 op Antwerpen. Dan weet je dat ze regelmatig een nul kunnen houden. En dan, een moeilijke zaak. Het was een, ik moet zeggen, ik heb al een paar nederlagen meegemaakt in mijn carrière als trainer. Dat is ook logisch. Maar het laatste 20 minuten was wel heel lang, moet ik zeggen. Dat waren heel lange 20 minuten.
bij gewoon voelen dat het erin zat. En daar, daar mag ik me een beetje zorgen op. Want ik denk ook dat je vandaag drie wissels gezien hebt. Maar ik heb gewoon de kwaliteit van je ploeg niet te worden. Dus ik denk dat ik de laatste 10, 11 weken steeds de juiste keuzes gemaakt heb. Want de jongens die vandaag gestart zijn, hebben niet de kwaliteit kunnen naar boven brengen. En de wissels ook niet trouwens. Dus ik denk dat we grondig nu alles een keer moeten evalueren. En misschien nu staan we 8 punten achter. Dus ik denk dat je daar, als je heel eerst zet, heel rustig onder blijven. En misschien dat de druk nu missen zal zakken, beste mochten jongens. Want ik heb vooral een Tubis gezien die heel veel met je straalt. En heel veel zelfzekerheid. En dat was bij ons niet het geval. Dan krijg je zo'n wissel. Maar we dat er vooral een beetje zorgen maakt, is de kwaliteit van ons spel. Hoe dat in 2 weken tijd van heel goede kwaliteit en misschien een van de betere voetballende ploegen 2 weken leven op dat moment, dat je in 2 weken tijd zo kunt achteruit gaan, dat kan ik bij mij niet. Maar wat dat ligt, moet ik snel die oorzaak vinden van vandaag was het een hele pijnlijke avond. Dank je. Zijn er vragen? Is dat toch geen druk voor het persoonlijk? Kijk, ze hebben allemaal een mond van hier tot in Tokio, dat is naar eerste klas weer. En iedereen wil altijd op dat veld staan. Met alle respect. Maar als je op dit niveau druk voelt, dan moet je stoppen. Dan zit je niet op je plaats. Met druk omgaan is ook een kwaliteit natuurlijk. Je weet als cirkel zijnde, het is positieve druk, het is nog geen negatieve druk. Negatieve druk, dat is als je speelt tegen degradatie. Maar hier is positief. En men heeft nooit gezegd dat het moet. Nee, we willen allemaal hier graag. Maar op een of andere manier hebben ze daar een beetje moeilijk mee. Druk. Er wordt geen druk vanuit de vereniging gezet. Er wordt geen druk vanuit de pers gezet. Er wordt door niemand niet druk gezet. Tegendeel, we schermen altijd iedereen af. Dus als je, kan je een voorbeeld noemen. Als je vandaag ziet, dan zie je dat voetballen. Dat is toch te veel voor. Wij staan daar als trein. Mathieu ook. Mathieu en Mieke wel, jongens die voorbij zijn. Ik moet ook niet vergeten, die jongens, hoeveel matchen hebben ze vorig jaar gespeeld. Die spelen ze alle weken. Nee, ze spelen niet alle weken. Een keer in de ploeg, een keer uit de ploeg. En van de week, en van dit seizoen moeten die jongens de ploeg gaan dragen. Dus, nog vragen? Hebben we de kampioen gezien? Ik heb briefje in mijn schof, ik heb dat ook al een paar weken geleden gezegd. Daar staan 2 ploegen op. Zelfs zijn erbij. En daar is 1 ploeg die op dit moment nog niet in top 5 staat. Dat gaan we verschillen. Dat die ploeg volledig geweest van in het begin van het seizoen, stond die nu ook nog in top 2, top 3. Ik had 2 ploegen getipt. Veel onbekende spelers. De Franse school is meestal een goede school. Ene bijkant van de constructieperiode zitten. Ja, voetbal ik nog gehad. Ik kan maar gewoon nog tegen voetbal. Er zijn nog een paar jongens dat ik ken. Als je die Jalo niet kent, dan als je ziet wat klasse dat die jongen is aan de bal. Weer of anders schil. Oké, bon retour. Merci. En tot over 14 dagen, misschien zaterdag in Antwerpen.